Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 7 oktober. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Gisteravond heb ik lekker televisie gekeken. Frank en Rogier checken in. Was de laatste uitzending. Dit keer was Frank het die de styling had bedacht. Dat was ook wel eens een keer verfrissend, want het was elke keer Rogier. En nu was het Frank. Was goed gelukt, was ook best wel een treurig verhaal. Deze mevrouw die deed het samen met een vriendin, denk ik. Dat werd me niet helemaal duidelijk. Zij was ziek geweest, die vriendin heeft het daardoor een tijd alleen moeten runnen. Zij had het gelukkig overleefd. Volgens mij was ze ook weer helemaal genezen. Dus dat was wel heel mooi. En het was ook heel mooi geworden. Ik vond het er niet eens heel slecht uitzien voordat ze kwamen, eerlijk gezegd. Maar hun vonden dat het een opfrisbeurtje kon gebruiken. Prima. Toen werd ik wakker en toen opende ik Facebook. En toen kwam ik eigenlijk gelijk op het bericht dat het huwelijk van Rogier en Frank in zwaar weer zou zitten. Rogier zou in hun woning in Den Haag zitten, Frank in hun woning in Frankrijk. En dat zou toch te maken hebben dat Rogier heel erg overheersend is en toch wel zich heel erg op de voorgrond heeft geplaatst. Het is er maar een bericht, ik weet niet wat ervan klopt, ik heb het ook maar van het internet, dus je weet het niet. Maar ik kan het me wel voorstellen, en ze weten niet hoe het verder afloopt. Ze hebben wel een 3-jarig contract bij RTL, dus ze zouden wel al hun verplichting nakomen, zei Frank. Maar ja, een beetje bijzonder. Dat programma heb ik gekeken naar Getekend voor het Leven. Was ook alweer een mooie uitzending. Was alleen een beetje vreemd. Er deed een meisje mee en die had een hele grote tattoo hier op de voorhoofd. Ze kwam ook niet uit Nederland. Ik weet niet meer precies waar ze vandaan kwam. Maar daar was het blijkbaar heel normaal om de liefde te laten zien voor je vriend. Dat was bij dat andere. Een andere mevrouw was dat ook zo. Zij had een naam op haar pols. Nou ja, goed. En dat meisje, dat was een beetje vreemd. Op een gegeven moment toen had André had een afspraak met haar. Daar was ze niet komen opdagen. De keer daarna wel. Maar goed, ze zijn wel gewoon echt een tijd zoet om dat weg te laten halen. Dus was op zich ook mooi. Ik heb Rex gekeken en ik heb weer Jane de Virgin gekeken. Was ook weer leuk. De foto's zijn het grootste deel bewerkt. Ik heb nog niet alles afgekregen, want ik heb ook de vlog intussen afgemaakt. Die is in ieder geval opgeslagen. Dat ging nu echt heel vlotjes. Daar was ik heel blij mee, want dat is ook wel eens anders geweest. En dan ga ik vanavond gewoon even verder die foto's afmaken. Zometeen heb ik op de planning gewoon de woonkamer, zoals elke woensdag. Weer eventjes lekker alles goed doen. Ik wil alvast even een was in de machine doen, want deze kan er dan ook weer af. Dat zal morgen wel worden, denk ik. Hier en daar is hij nog een beetje vochtig. Shit. Hij hangt er al bijna een week. Kun je nagaan. Maar in ieder geval eventjes weer wat was in de wasmachine. Dan kan ik hem denk ik morgen of vrijdag draaien. Want het heeft vandaag geen zin omdat ik hem toch nog niet kwijt kan. Dus dat is eigenlijk even de planning en even bullet journalen. Dus verder niet heel spannend of zo. Zitten hier een paar katjes. De tijgertje die zit weer heel erg te lonken naar Mickey. Want die wil aanvallen. Tijgertje niet aanvallen, hè? Dus ja, het is weer wat het is. Maar goed, ik ga nu gewoon eventjes mijn water pakken en zo. En dan ga ik gewoon even aan de gang. En dan des te eerder ben ik ook weer klaar. Ik moet ook even dat ding eraf halen, maar die moet ook even leeg. Dus ik ga die er eventjes afhalen, die party. En dan ga ik even het stokje erin doen, zodat die ook eventjes leeg kan. Want je kunt ze dus laten leeglopen. Als het goed is. En dan kan ik dat even doen. Dus dat is de planning. Dus ik ga even wat doen. Thank you.
Zo, de vriendjes hebben net gegeten. En ik heb alles klaar. De woonkamer is weer lekker schoon. Is eigenlijk prima. Dus ik heb het nu wel koud. Maar goed. Dat is het weer. Ik weet niet eens hoeveel graden het is eigenlijk. Laten we even kijken. Het is... Even kijken. Het is vandaag... 13 graden, dus het is ook echt wel koud. Maar dat geeft niet, het is ook alweer gezellig. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Vanavond kijk ik de Steenrijk en Straat Arm en Obese. Ik neem even wat dingen op. En ik heb dan nu wel heel veel op de opnameband staan, maar dat geeft op zich niet. Want straks komt er ook weer een tijd dat er misschien weer veel minder op tv komt. Dan heb je toch nog wat dingen om terug te kijken. Dus dat vind ik niet zo heel erg. Voor de rest heb ik weer Jane the Virgin en Rex. Wat moet ik verder doen? Ja, de foto's even afmaken, het artikel even online zetten en een vlog inplannen en een thumbnail maken. Dus dat is eigenlijk alles. Het valt eigenlijk wel mee. Dus het zijn allemaal van die kleine dingetjes die ik dan nog even moet doen. Ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik heb verder niks meer te vertellen. Ik heb wel hier onder de tafel ook goed opgeruimd. Dus wat dat betreft ben ik wel blij dat alles weer lekker schoon en fris is voor hoe lang het duurt. Maar goed, ik kan er nu in ieder geval wel van genieten. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 8 oktober. Ik ben klaargemaakt. En ik heb het wederom koud. Ja. Eigen schuld. Moet ik de verwarming maar aandoen. Maar dat wil ik nog niet. Omdat het pas oktober is. Maar het zal op zich best wel kunnen. Want het is lekker aan het regenen buiten. Het waait hard. Ik vind het wel gezellig weer. Alleen het nare is. Ik moet er doorheen vandaag. Ik moet boodschappen doen. Pas om 3:45. Want mijn coach die liep allemaal wat anders vandaag. Nou, prima. Soms heb je van die dagen. Dus dat is wat later. Ik heb voor de rest ook niet heel lekker geslapen. Ik film even met mijn telefoon verder, want mijn kaartje is vol. Nou, niet zo heel lekker geslapen dus. Want ik ben een paar keer overwakker geweest. Weer met dromen. En het was allemaal gewoon niet zo prettig. Maar goed. Uiteindelijk, de make-up zit er weer op. Ik voel me gelijk weer een stuk beter. Ik heb wel een sportsessie gedaan. Dus dat was allemaal prima. Gisteravond gelijk televisie gekeken. Steenrijk Straat Arm. Was wel een mooie uitzending. Obese gekeken. Is ook wel mooi. Dus ja, was allemaal wel positief. Jane the Virgin gekeken. En Rex. Het jammer is, we hebben vanavond geen klem. Want je hebt televisie gegaan. En daardoor komt de klem niet. Dat vind ik wel heel jammer. Maar ja, dat is niets anders. Ik ga zo even mijn kaartje legen. En dan ga ik daarna eventjes... stofzuigen en even de kattenbak scheppen en zo. Dan ga ik eens eventjes met de was uitrommelen. Want het is echt niet normaal meer hoeveel was er in de slaapkamer ligt dat schoon is. Ik hoop dat dit nu een beetje zo goed als droog is. Dus dat ga ik gewoon maar even doen. Ik zal vandaag niet heel veel te hebben om te vloggen. Omdat het is weer ja, een beetje een gebroken middagje natuurlijk. Omdat ik straks dan weer boodschappen moet doen. Wederom wel weer even spannend. Omdat ik hoorde gisteravond... Om mijn vader dat bij hun al heel veel winkels nu mondkapjes hanteren. Maar ja, omdat het natuurlijk een advies blijft. Als ze het echt willen zal ik hem dragen. Maar ik loop er gewoon niet zo warm voor. Ik las ook weer dat er heel veel besmettingen bij zijn gekomen. Dus dat is ook, het gaat weer echt helemaal niet goed. Maar ja, het is zoals het is. Het is een hardnekkig iets, dat corona. Ik ga even mijn kaartje legen en dan ga ik eventjes stofzuigen. Dan heb ik dat in ieder geval gedaan. Even met de was rommelen. Misschien nog even boven wat rommelen. En dan straks boodschappen doen. Misschien dat ik jullie bij de was er even bij zet. Maar voor de rest zal er weinig zijn. In ieder geval om te vloggen. Dus. Thank you.
Oh, ik ben terug en ik ben nat van de regen geworden. Maar geef niet, ik heb hier nog een muts liggen die even naar de woonkamer moet. Ik zal jullie even de boodschappen laten zien. Dus op zich viel het mee qua drukte. Maar we waren een beetje lang bezig met de papieren die we even moesten doen. Maar de coach was toch eerder, was om 3:50 al, dus dat scheelde wel. Wat heb ik gehaald? Ik heb hier schnitzels. Die gaan in de... Okay. Ik heb koffiecupjes. Ik heb hier chocomel. Ik heb er even een flesje met chloor gehaald. All-time favorite. Frietjes zoals altijd. Een zak met kattenvoer. Ik wist niet of ik nog had staan. Dus ik wilde er gewoon eentje mee nemen. Dan heb ik ook frikandelletjes. Die ga ik zo eten. Ik heb weer even handschoentjes meegebracht. Ik heb groenten voor maandag. Snijboontjes. Ik heb altijd een zakje van 200 gram. Ik heb mijn aardappelschijfjes in deze tas zitten. En bonen. Voor de rest heb ik nog 2 pakken met slaapvinken. Aanstekers, heel belangrijk, want ik had geen aansteker meer in huis. Spekjes. Dan heb ik weer even het voer gekocht bij de Lidl. Die vonden de katten ook wel heel lekker. Ze hadden niet degene die ik altijd had. Dit is vegetable or edge jelly. Maar ze hadden alleen maar deze op een groene. Verder heb ik nog een flesje cola. En ik zag bij de Lidl, dat was nu maar 1 eurotje. Waar is het andere flesje? Oh, hier. Micellair water. En ik heb 2 soorten meegenomen. Eentje voor de gewone huid. En eentje voor de gevoelige huid. Omdat ze maar 1 eurotje per stuk waren. Bij Kruidvat had ik nog eventjes. Eventjes schrijven hoor. De conditioner en de shampoo als tweedehand prijs. Kijk hoor. En die. En daar had ik nog gratis sokken bij gekregen. Dus die. En deze mascara, die was nu in de aanbieding. Die wilde ik heel graag proberen. Dus die heb ik even gehaald. Ik ga even opruimen. Dan ga ik lekker douchen. Straks eten. Vanavond weet ik nog niet zo goed wat ik ga kijken. Sowieso GTST. Je hebt een televisie gezien. Gala, wat ik altijd heel leuk vind. Je hebt ook Chantal komt werken in Meiland. Dus ik ben nog een beetje aan het kijken wat ik wil gaan kijken. Dus daar ben ik nog niet helemaal over uit. Voor de rest wil ik, moet ik even de foto's weer bewerken. En ik ga Jane Virgin kijken. En dan feuten. Omdat je dus geen klem hebt door televisiering Gala. Dus dat is wel jammer. Maar oké. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan even opruimen en lekker de bank op en even lekker warm douchen, want ik ben best wel koud. Dus tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 9 oktober. Ik ben weer klaargemaakt en ja, ik heb vandaag eigenlijk niet heel veel op de planning, wel lekker rustig. Ik heb gisteravond ook al een beetje aan de video gewerkt die morgen online komt. Dat was wel lekker. Ik heb een televisiegala gekeken. Ik heb Chantal komt werken opgenomen en ook Chateau Meiland. Hartje. Ik moet zeggen, het was wel gekkig. Want het was inderdaad echt maar met 30 mensen. En je snapte het, want hè, corona. Het was op zich wel leuk opgezet. Alleen Tim Hofman die won wel heel veel prijzen. Ik vond ze niet allemaal, ja, voor mij, ik vond ze niet allemaal even terecht. Ik vond de televisiering heel moeilijk. Want ik heb eigenlijk met alle 3 de programma's niet heel veel. Over Mijn Lijk zat erbij. Ja, op zich, die heeft ook gewonnen. Vind ik op zich ook wel een terechte winnaar. De Beste Zangers, dat kijk ik nooit. En Iets met Nick en Simon, dat heb ik ook nog nooit gezien. Over Mijn Lijk heb ik in het verleden wel eens gekeken. Maar dat vond ik vaak zo heftig dat ik ook zoiets had van... Maar, ik weet het niet. Maar ja, op zich was het wel een terechte winnaar. Ik heb trouwens ook het idee dat mijn lippenstift een beetje matcht bij mijn nagellak. Die er niet meer mooi uitziet. Maar Tim Hofman die won wel heel veel prijzen. Je merkte ook best wel veel mensen waren niet aanwezig. André van Duin die was er bijvoorbeeld niet. Op zich snap ik het misschien ook wel qua leeftijd dat je dan ervoor kiest om thuis te blijven. Angela Schijf was er niet, maar ik heb het idee dat hij in België was. En daar is nu natuurlijk met dat reisverbod dat het gewoon allemaal drama is. Dus ja,
Het was wel mooi opgezet hoor. Ook de voice coaches die deden nog wat. Maar er waren natuurlijk een hoop oude coaches bij. Want volgens mij zijn Nick en Simon geen coach meer. Ik wist nog niet dat Jan Smit coach zou worden bij de voice. Die gaat dus Leo Kleine vervangen. Dat was mij nog niet bekend. Dus die ging ook een stukje zingen. Maar het is normaal wel groot. Je merkt dan wel heel groot het verschil hoe het nu is en normaal. Ik heb Jane Virgin gekeken en ik heb Feuten gekeken. Ik heb verder mijn foto's al bewerkt. Dus dat was allemaal top. Een van de katten had hier overgegeven, dus dat heb ik al opgeruimd. En dan spugen ze vaak op het vloerkleed. Ik heb een heel handig spreekje. Die kan ik hier wel even laten zien. Je ziet dat het hier is gebeurd. Je ziet hier een beetje een natte plek. En hier ook. En hier zie je nog wat, maar dat ga ik zo opzuigen. Het is een spray. Ik had hem nog staan. Ik kwam hem per toeval tegen. En dat is een vermspray. Volgens mij is die ooit een keer bij de Kruidvat gekocht. Maar dat durf ik niet eens meer. Oh, bij de IKEA zie ik nu. Dit is een carpet cleaner. En die kun je dus gewoon, daar kun je het dus inspuiten. En als er dan iets overheen gaat, kun je het heel makkelijk weghalen. En het ruikt ook nog eens heel lekker. Dus die gebruik ik dan voor mijn vloerkleed. En dat werkt eigenlijk top. Want daarna zie je er helemaal niks meer van. Oh, stom dat ik dacht dat je bij het Kruidvat vandaan komt. Terwijl je ooit eens bij IKEA is gekocht. En het komt in het verleden, heb ik wel vloerkleed gehad. Maar toen ging dat niet goed samen met de katten. Want die katten die gingen toen heel vaak op het vloerkleed plassen. En daarom vond ik het ook wel extra spannend toen ik een vloerkleed kocht. Van is het wat? Maar ja, eigenlijk op het soms spugen na. Ik zie daar trouwens nog wat liggen. Nou, wat stom. Moet ik zo even opruimen. Gaat het eigenlijk best wel goed. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik ga zo meteen eventjes de kattenbakjes scheppen en dan even hier goed stofzuigen. Verder rest wil ik even bullet journalen. Ik denk even de laatste dingetjes boven afnemen. Dat ik eventueel morgen even de dweil er doorheen kan trekken. En misschien nog even de stofzuiger. Dan is alles wel weer goed afgenomen. Dus dat is top. Ja, ik heb verder eigenlijk ook aan één stuk doorgeslapen. Want ik was ook best wel moe. Dus ik ben zo'n leuk boek aan het lezen. Echt ook weer, het gaat heel hard. Maar het is echt een heel leuk boek. Maar daar vertel ik jullie meer over in de boekreview video. Maar die komt natuurlijk pas in november online van oktober. Maar ja, dat is eigenlijk allemaal wel positief. Dus ook niet heel veel bijzonders. Kijk eens wat ik heb gedaan. Ik heb mijn pot gevuld met kruidnoten. Hier zaten nog altijd paaseitjes in. Maar ja, die ga je op een gegeven moment niet meer eten. Dus die heb ik weggegooid. Toen heb ik de pot afgewassen. En toen heb ik er kruidnootjes in gedaan. Dat vond ik wel heel gezellig staan. Dus ja. Ik ga nu even wat doen. En dan zet ik jullie bij het bullet journal er sowieso nog even bij. En ik wilde eigenlijk dat nieuwe tooltje gaan uitproberen. Maar nu zat ik te bedenken. Misschien is het leuk om daar een aparte video over op te nemen. Dat gaat over dat tekentooltje. Waarmee je dus zou kunnen een soort van overtrekken. Dus mochten jullie dat nou leuk vinden. Of als daar een aparte video van komt, laat het dan even weten. Want dan kan ik er een aparte video van opnemen. Want ik weet niet zo goed of dat ik het moet doen, ja of nee. Misschien doe ik het alsnog. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Maar ik ben wel benieuwd of jullie het ook leuk zouden vinden. Genoeg gepraat. Tijd om eventjes hier het laatste restje spuug op te ruimen en te stofzuigen. De katjes hebben net hun eten lekker opgesmikkeld. En ik heb even de deur dicht gedaan. De tussendeur naar de keuken. Want ik heb een was draaien. En dat maakt nogal veel geluid. Maar eigenlijk wel lekker bezig geweest. Ik heb boven nu alles afgenomen wat afgenomen moest worden. Dus dat is al een heel groot pluspunt.
Dus dat is allemaal nu wel weer netjes. Voor de rest heb ik even het een en het ander opgeruimd. Daar wil ik morgen dan even mee verder gaan. Want morgen heb ik ook niet heel veel op de planning. Toen kon ik daarna nog even lekker tekenen. Dus dat was wel eventjes lekker. En dan hoop ik als alles echt netjes is dat ik ook wat vaker boven kan gaan zitten. Want ja, het is nog een beetje onhandig. En ik vind het gewoon heel jammer dat tijgertje dan zoveel aandacht gaat vragen als ik even boven ben. Maar goed, daar moet ik gewoon een beetje doorheen kijken. Vanavond The Masked Singer. En er zijn nieuwe kandidaten. Ik weet onder andere dat De Aap meedoet. Ik ben heel erg benieuwd of ik het dit keer weer een beetje goed ga raden. Ik hoop het, want ik vond het echt wel heel erg leuk. En het is gewoon best wel leuk om mee te raden. Als het goed is doen we het vanavond weer met z'n drieën. Als het goed is doen Nathalie en mijn moeder ook mee. Dus maar ik zal ze straks nog even appen. En ik wil nog even Chateau terugkijken, want die heb ik ook nog niet gezien. En omdat dat toch maandag weer komt, dan wil ik dat toch wel gezien hebben. En voor de rest heb ik weer Feuten en Jane the Virgin. Ik moet wel zeggen dat ik Clem wel miste gisteravond. Maar ja, goed, dat is overmacht. Dan vervallen de programma's, dus het is niet anders. Ik ga straks ook even de nagellak eraf halen, want die ziet er heel lelijk uit. Deze nagel, ik weet niet of die scherp stelt. Hij heeft er moeite mee. Die is heel lelijk geworden. Dan haal ik het er liever af. En dan kan ik van het weekend gewoon weer een nieuw laagje erop doen. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Ik heb alles voor het eten al klaarstaan. Dus dan kan ik straks douchen en dan lekker eten. En dan de bank op. Lekker in een warme trui. Heerlijk. Ik vind het zo gezellig dat het ook weer vroeger donker is. Wel jammer dat GTS nu niet komt. Want ik heb dus wel gelezen wat nu de cliff was. Die zag er wel spannend uit. Maar het leuke is dan wel dat je nu gewoon gelijk door kunt kijken. Ja, tenzij die cliff op donderdag komt. Dan moet je nog tot maandag wachten. Maar dat is beter dan 2 maanden. Dus dat. Ik ga nu dan gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niets meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is volgens mij... Ja, het is 10 oktober. Ik ben klaargemaakt en ik heb me een nachtmerrie gehad. Wow. Ik was in een Action en daar kwam ineens een man aan en die had een mes. Die probeerde mij dus met dat mes te steken. Alleen ik was die man steeds voor, dus ik ging een beetje de gangpaden doorrennen. Er waren ook helemaal geen andere mensen in de winkel, op 2 medewerkers na. En een van die 2 medewerkers die was geraakt. Ik was dus heel erg bij het pad van die medewerker. En toen gaf die man die dat mes had, die gaf dat mes over dat pad heen. Over dat schap heen aan die medewerker. En die moest dat mes naar mij gooien. Op het moment dat het mes gegooid werd, heb ik keihard gegild en werd ik wakker. Dat is wel fijn, dat ik niet weet of het mes me geraakt zou hebben. Maar ik weet zeker dat ik gewoon echt heb gegild. Ik weet ook zeker, ik heb ook heel vast geslapen, want ik voel nu ook gewoon echt... Nog een beetje pijn, zeg maar, aan mijn kaak, omdat die jurk verstrakt heeft gezeten. Maar, wow. Dat je zo kan gillen van een nachtmerrie was echt verschrikkelijk. En het was ook nog heel erg vroeg, dus ik ben daarna wel weer in slaap gevallen. Weer in een hele vage droom. Dit was echt heftig. Ik heb er echt heel slecht van geslapen. Maar ja, het hoort een beetje bij mijn leven, nachtmerries. Ik weet ook niet waar het vandaan komt. Ik heb het wel eens aangegeven bij de therapie. Maar ze konden daar eigenlijk weinig mee. Dus ja. Leer ermee leven is het dan. Ik heb even gesport. En nou ja. Nu zit ik dus lekker op de bank. Wat ik wel heb gedaan. Is gisteravond de Masked Singer gekeken. En ik was helemaal verbijsterd. Ik moet zeggen, het was heel erg moeilijk. Ik had niet echt een idee van welke mensen zullen erin kunnen zitten. Ik vond hem heel erg lastig deze week. Ik heb zelfs volgens mij een paar mensen waar ik niet, een paar pakken waar ik niet eens iemand aan heb kunnen verbinden. Omdat ik het gewoon echt niet wist. De muis moest er uiteindelijk uit. En ik snap die keuze wel, want het was niet echt een hele goede zangeres. Het was een vrouw. Het zijn over het algemeen ook geen artiesten natuurlijk. Dus het is wel leuk om te weten of iemand dan ook kan zingen. En ik bleef een beetje hangen bij Patricia Pai, Rianne van Dorst. En toen ging het masker af.
En niemand minder dan Mariska Bauer zat erin. Ik dacht echt, wow, dit had ik niet zien aankomen. Het was echt heel bizar. Frans wist ook niet eens dat zij meedeed. Dus zij heeft elke keer gezegd dat ze ging shoppen. Dus ik ben echt... Het lijkt me echt hilarisch om zijn gezicht te hebben gezien als hij ontdekte dat zijn vrouw in dat pak zat. Ik denk echt dat er een gezichtsuitdrukking is gekomen. Nou, ik denk dat het echt goud waard zou zijn geweest. Dat was heel verrassend. Daarna heb ik in Mailand gekeken. Dat had ik donderdag dus niet gezien vanwege de televisiering. En hun zouden kijkers krijgen. Ze hadden het hele château helemaal schoongemaakt. Helemaal netjes. Want ze zouden kijkers krijgen voor de verkoop, zeg maar. Eventuele kopers. En ze zaten te wachten. En die kopers zijn nooit opkomen dagen. Best vaag. Ik bedoel, als je dan toch besluit om niet te komen. Of dat er iets tussen is gekomen. Dan doe je toch even een berichtje. Of in ieder geval als je later bent. Van nou, goh, hè, ik ben wat later. Maar niks. Ze zijn gewoon niet geweest. Dat vond ik best wel gek. Misschien heb je het zelf wel eens meegemaakt. Wie weet dat je wel eens wat via Marktplaats of zo ook verkocht. En dat je een afspraak had gemaakt met de eventuele koper. En dat ze dan niet komen. Dat is ook zoiets vervelends. En dan ja, zit je te wachten en dan komen mensen niet. Ja, dat is gewoon iets heel vervelends. Maar goed, het was wel weer leuk. Ik heb Jane the Virgin gekeken. Ik heb Feuten gekeken. Ik moet nog 4 afleveringen. Dan ben ik ook door Feuten heen. Wat heb ik nog meer? Blogpost geschreven en het is via in elkaar gezet die ook online is. Dus het was op zich wel een prima avond. Ik merkte wel dat ik het heel erg koud kreeg. Dus ik heb de verwarming wat omhoog gedaan. Dus ik ben heel benieuwd of die nu ook daadwerkelijk aan gaat springen. En anders moet hij nog een tikje omhoog. Want het is nu gewoon echt te koud om het zonder verwarming te doen. Zelfs als zit je s'avonds met een dikke trui aan. Het is eigenlijk niet meer te doen. En ik heb dan ook een roostertje bij mijn raam. En het liefst zou ik die dicht doen. Maar dat doe ik dan maar niet. Omdat het inderdaad ook wel wat frisse lucht geeft. Maar het is wel moeilijk. Ik denk wel straks als het echt daadwerkelijk heel erg koud gaat worden. Dat ik hem wel echt dicht ga doen hoor. Want dan denk ik niet dat ik het trek als die open staat. Want je merkt gewoon s'avonds zit je op de bank. En dan voel je echt zo'n windvlaagje er doorheen komen. Maar goed. Ik ga nu even stofzuigen in de kattenbak scheppen. Ik ga de kwasten doen. En ik moet eigenlijk nog eventjes iets naaien. Want ik heb hier een BH waar een beugel uit is gekomen. Die moet eigenlijk nog even vastgemaakt worden. Boven even wat dingetjes wegleggen. Dan ga ik morgen daar eventjes stofzuigen en dweilen. Want dan kan ik er gewoon na mijn klusjes nog even bullet journalen. Dus dat is even de planning. Ik heb wel mijn nagellak er ook afgehaald. Want het zag er niet meer uit. Dus dat is ook wel weer fijn. Dus ik zet jullie bij het kwastenwasser er wel bij. Dan ga ik nu eerst even wat doen. Trouwens nog iets super stoms. Mijn koelkast is open gegaan vannacht. Dus alles was heel erg lauw geworden. Dus toen ik opkwam, toen zag ik die koelkast openstaan. Dus die heb ik natuurlijk gelijk dicht gedaan. Maar dat betekent wel dat alles nu een beetje lauw is. Dus ik hoop dat alles nu weer wat sneller koud wordt. Want dat was echt geen pretje. Want ik had ook lauwe chocolademelk. En dat is niet zo lekker. Dus nou ja, goed. Ik hoop dat het nu weer even wat gaat koelen. Alles wat ik wilde doen, dat is gebeurd. Ik heb de verwarming aangezet en dit is echt heel lekker. Jullie vinden het ook lekker, de verwarmingmuis. Ja, jullie hebben net lekker gegeten. Mickey zit nog een beetje na te smikkelen. Die was traag vandaag met eten. Dat ben ik helemaal niet gewend bij Mickey, maar dat geeft niet. We hebben net even pepernoten getest. Oh nee, kruidnoten.
Ja, ik weet niet. Ik zeg dat altijd verkeerd. Ik weet dat de kruidnoten op het zakje stonden, maar je zegt sneller pepernoten. En die waren ook goedgekeurd. Ja, dat weet jij niet, want jij hebt ze niet gegeten. Nou, ik heb even lekker geknutseld. Ik heb eventjes de kwasten gewassen, hebben jullie gezien. Nou, het naaiwerk is klaar. Was ook maar één dingetje wat even vastgemaakt moest worden. Dus ja, waar hebben we het over? Ik heb boven even wat dingen opgeruimd. Wat boodschappentassen heb ik teruggedaan op de plek waar ik ze bewaar. Dus dat schiet al op. Dus ik hoop daar maar gewoon even te stofzuigen en te dweilen. Dan is dat ook klaar. Ik ga zo nog even lekker relaxen. Vanavond heb ik Kou van Holland. Ja, dat vind ik altijd wel gezellig. Lekker een latte karamel erbij. Koffie. En dan lekker op de bank in een warm huis. En wat hebben we nog meer? Ja, ik ga wat dingen terugkijken. Want ik heb eigenlijk nog wat dingen staan die ik moet terugkijken. En dus ik denk dat het meester Frank Visser wordt misschien. Of Chantal komt werken. Moet ik even kijken. En voor de rest... Nee, dat ga ik helemaal niet terugkijken. Ik ga het tentje voor je music ga ik kijken. Dat ga ik kijken. Goh, ik ben helemaal in de war. Komt omdat ik veel te veel heb opgenomen. En ik probeer ook nog even wat aan de vlog te doen alvast. Dan is dat alweer dat ik alweer een deel heb geëdit tot vandaag. Dan heb ik dat klaar. Dan kan ik gewoon weer rustig verder. En nu gaan we even lekker genieten van het regenweer buiten. En een lekker warm huis. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Maar verder kijk ik nog Feuten en Jeneveurtje, maar dat is een beetje standaard. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 11 oktober. Ik zit lekker even op de bank. Ik heb net de verwarming aangedaan. En het is nu even droog. Het zou wat regenachtiger zijn. Ik moet zeggen, ik merk het nog niet. Het is vrij helder buiten. Maar nou ja, het kan nog komen natuurlijk. Vandaag op de planning gewoon de foto's maken. Ik wil even boven stofzuigen en even de dweil doorheen halen. Dan is dat klaar. Want ik heb verder alles schoon. En ik wil denk ik alvast eventjes de boontjes afhalen voor dinsdag. Dan doe ik die gewoon even terug in de koelkast. Maar dan zijn ze in ieder geval afgehaald. Want deze week heb ik de grote schoonmaakbeurt weer. En dan merk ik toch vaak dat ik daarna best wel moe ben. En dan eigenlijk dat ik dan denk van... Oh shit, had ik die groenten nou maar al afgehaald. Dus dat wil ik eigenlijk wel even doen. En voor de rest even stofzuigen en de bak scheppen van de katten. Ik las eigenlijk dat Halloween Fright Nights nu compleet is gestopt dit jaar. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat het al begonnen was. Want naar mijn mening is Halloween altijd pas veel later in oktober. Maar ze waren er dus al wel mee begonnen. Maar het was niet te doen. In verband met corona, ook vanwege de toenames qua besmettingen, hebben ze toch besloten om het af te lassen. Ik snap eigenlijk niet zo goed waarom ze het überhaupt hebben geprobeerd. Want je kunt eigenlijk al wel nagaan dat hem dat niet wordt. Maar goed, dat is een keuze wat een park zelf maakt natuurlijk. Ik heb niks met Halloween. Ik ben er ook niet mee opgegroeid of zo. Naar mijn mening is het toch wel echt iets Amerikaans. Wat ja, sinds een paar jaar naar Nederland is gekomen. Wat niet echt iets Nederlands is. Maar dat geeft ook niet. En ik vraag me ook af hoeveel mensen er nu in een pretpark mogen zijn. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat er dinsdag weer een persconferentie komt. Althans, dat is wat ze nu zeggen. Dus het is wel even afwachten. Maar dat had ik ook wel verwacht. Omdat ze dit weekend was het een soort van D-Day, noem ik dat. Omdat dit weekend zouden ze moeten gaan zien of dat er verminderingen zouden plaatsvinden. Van de besmettingen. Ik krijg nu ook een nieuwe melding binnen. Dus ik ga even kijken wat het is. Oh, 2% minder positieve testen dan zaterdag, maar wel veel meer opnames. Ja, weet je, het is en het blijft drama. Maar goed, ja, weet je doet er niet zo heel veel aan. Ik denk gewoon dat we, Siri, ik vroeg jou niet, een beetje moeten mee leren ja, omgaan nu en... Gewoon goed op onszelf moeten letten en gewoon doen wat de regels vragen voor zover mogelijk. Dus ja, ik denk dat wel. Gisteren heb ik Hou van Holland gekeken. Jeroen won weer een keertje, vond ik ook wel leuk. Daarna heb ik eventjes Thank You for the Music gekeken.
was op zich ook wel leuk. Maar oh, er kwam een opmerking. Ja, ik ga hem niet eens herhalen, want ik vond hem zo heftig. Leonie ter Braak, die was de gast. En dan hebben ze een... het is candlelight. Dan gaan ze een songtekst vanuit het Engels, die wordt voorgelezen in het Nederlands. En dan moeten ze dat eigenlijk een beetje vertalen in hun hoofd. En dan moet je eigenlijk raden welk nummer dat is. En zij vroeg op een gegeven moment Kim Lian van of gasten die daar dus waren, of ze zich dat konden herinneren. Dat ze dan bijvoorbeeld in bed lagen en dat ze dan die candlelights luisterden. Ja, ik ken het niet. En daar kwam een opmerking uit. Ik vond het echt heel gênant. Nou, zoals ik al zei, ik ga het niet herhalen, maar ik dacht wel even van jeetje, is dit het niveau? Oké. Ik heb Jane the Virgin gekeken, ik heb Feud gekeken, daar moet ik nu nog 2 afleveringen van. Dus die heb ik vrijdag dan uit. Dus dan kan ik verder met een nieuwe serie. Ik moet zeggen dat Jane the Virgin ook wel weer erg vermakelijk was. Maar haar zoon, dat is wel een drama kind. Die heeft nu ook ADHD en dat is echt wel een beetje een moeilijk kind. Ik kan echt gaan schreeuwen en op de grond liggen, maar ik geniet wel weer van dit seizoen, moet ik zeggen. Vlog is tot en met gisteren al af, dus ja, op zich weet je, dik prima. Het is niet heel bijzonder, maar het is gewoon goed zo. Vandaag zal ik jullie ook verder nergens bij zetten hoor. Ik zal jullie even laten zien wat ik ga fotograferen, maar... Ja, ik ga boven eventjes dat netjes maken. Wat is dit toch, Mickey? Kom maar. Wil je even aandacht? Ze weten wel dat je er bent. Kom maar. Ja, je bent er, hè? Kom maar, laat maar zien waar je bent. Oh, staartje in beeld. Ja. Wat is er dan? Ze is ook altijd heel erg dankbaar jou als ik dan mijn spoedoefening aan doe. En dan ziet ze dat het lampje aangaat. Dan denk je, dan weet je dat ik wakker ben, hè? Dan wil je dat ik kom. En dan moeten we eerst even sporten. Ja. Is je boven? Nee, je was boven, hè? Tijgje doet dat ook altijd. Dan drukt ze haar hoofdje in mijn gezicht. En dan wil ze kusjes, hè? Ik weet niet waar muis is. Ik denk dat muis voor het raam zit. Zo. Gaan we zo even wat doen, hè? Maar goed, ik ga in ieder geval eventjes met deze kleine kat knuffelen. Dan ga ik even mijn dingetjes doen. En dan komen we de dag wel weer door vandaag, dus. Maar ja. Nicky kan mijn draai niet vinden. Hij is fijn. Dus... Nou, ik zie jullie straks. Zo, ik heb er wat spullen uitgezocht. Ik heb hier een 5-in-1 setting powder van Catrice die ik ga fotograferen. Deze is gewoon transparant. Dan heb ik hier een 10-time bronzer van Lottie London. Ik heb dit hele leuke palette. Hier zit oogschaduw in, highlighter, bronzer, mascara en een oppotlood. Oh, er zit hier bronzer in. Oh, nou dan ga ik die bronzer eventjes vervangen door een ander product. Want ik vind 2 bronzers vind ik een beetje zonde. Dus ga ik eventjes een andere pakken. Dus ben ik zo terug. De bronzer even vervangen voor deze eyeliner. Deze is van Guyliner van Soda. Volgens mij is dit een roze. Maar dat gaan we zo zien met foto's maken. Dus alle poesjes zijn beneden. Boven is alles gestofzuigd. En gedweld. Dus die kamer is weer top. Ik heb alles nu in een doos gedaan. De make-upjes die ik nog moet reviewen in een soort reviewdoos. En ja, dan ga ik nu even de spullen klaarzetten en lekker foto's maken. Dus ja, laten we dat maar even gaan doen. Zo, ik ben klaar. De foto's zijn gemaakt. Ik heb net alles geïmporteerd. Ik heb de bonen klaargezet voor dinsdag. Die heb ik gewoon in een zak gedaan in de koelkast. Maar zijn ze in ieder geval afgehaald. Boven is klaar. Die kamer is helemaal gestopzaagd en gedweld. Dus daar ben ik ook wel weer tevreden over. Nou ja, nu heb ik wel een beetje last van de rug. Dus de katten hebben net gegeten. Dus nu ga ik zo ook even lekker relaxen. De verwarming is lekker wat warmer geworden. Dus ja, het was gezellig. Maar het was volgens mij ook wel kouder dan... Het zou natter worden als ze hadden voorspeld. Want er zou veel meer regen komen. Dat valt hier wel mee.
Vanavond weet ik veel. Ik ga weer een poging wagen. Hopelijk werkt de app nu wel goed. Ik ga met eten denk ik even Meester Frank Visser terugkijken. En dan vanavond even Ranking the Stars. Dan ben ik wel weer redelijk bij met de programma's die ik terug moet kijken. Verder kijk ik vanavond Undercover en Rex. En ik denk ook nog even All Stars en Zonen. En ik moet even de foto's bewerken. Dus het wordt niet een hele spannende avond. Straks lekker warm douchen en even eten. En dan in ieder geval klaar zitten voor weet ik veel. Daar heb ik wel zin in. Dus ja, maar op zich wel een prima dagje zo. Alleen jammer dat ik een beetje last van mijn rug had. Maar ik kom ook een beetje van het slapen. Omdat het weer een beetje drama was. Maar ja, dat moeten we accepteren. Volgens mij zit er een in de keuken. Die moet ik even weg gaan halen. Ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer. Want dan kan ik even lekker relaxen. Dus tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 12 oktober. Ik ben klaargemaakt. En ik ben blij met mijn haar. Want ik heb weer een keer een soort... Ja, ik heb een borstel gebruikt. Ik heb eerst mijn haar heel goed doorgekamd. Ik heb dus een borstel, die kun je aanzetten. En dat maakt je haar wat gladder. En ik heb hem gebruikt. En ik moet echt zeggen, ik ben er zo blij mee. Oh, helemaal geweldig. Ik schrok wel weer even net van de melding van nu. Want de cijfers waren weer bekend van de besmettingen. Die zijn weer fors gestegen, waar ik al wat bang voor was. Ze hebben ook niet voor niks natuurlijk de persconferentie naar voren gehaald. Die zou eigenlijk volgende week plaatsvinden. Die komt nu natuurlijk morgen. Ja, het is even afwachten wat er weer uitkomt. Verder heb ik gisteravond weet ik veel gekeken. Ik ging echt super lekker. Ik had echt weer voldoende, dus ik was heel blij. Maar dan baal ik een beetje, want aan de eerste ronde ga ik super lekker. Want die laatste ronde zwakken een beetje af. Dan worden de vragen weer lastiger. Gelukkig zegt Bo ook altijd hoor. Van ja, het was weer een moeilijke ronde. Maar goed, het was leuk. Daarna heb ik even Ranking the Stars gekeken. Tijdens het avondeten had ik eventjes Meester Frank Visser teruggekeken. Dus ik ben eigenlijk wel weer bij. Ik heb ook eventjes All Stars gekeken. En Bureau 040. Ik heb weer Rex gekeken. En ik heb Undercover gekeken. En oh, allemachtig, wat is dit spannend. Ik ben eigenlijk benieuwd, let niet op mijn tranen ook, of jullie ook Undercover kijken en wat jullie van dit seizoen vinden. Want omdat ik zoveel reacties lees van mensen die het eigenlijk een heel slecht seizoen vinden en ik vind het eigenlijk weer heel goed. Dus ligt dat dan aan mij of, ja, ik weet het dus niet. De foto's zijn bewerkt, ik moet nog even één nieuwe maken, bedenk ik me nu. Dat geeft niet, dat kan straks wel, want die was niet helemaal mooi. En dat was mijn avond. Ik moet alleen straks even mijn dekbed een beetje opschudden. Want ik heb punten waar niks meer in zit. En dat vind ik niet zo fijn. Weer lekker een nieuw boek begonnen. Dus dat was ook super fijn. Dus ja, het was een prima avond. Ik heb mijn nagels gelakt. Ik wilde een nude lakje gebruiken van Catrice. Die had ik op mijn nagels gedaan. Maar ik vond hem op mijn handen gewoon niet mooi. Dus toen heb ik gekozen voor een lakje wat ik eigenlijk niet eens zo heel vaak heb gebruikt. En dat is deze. Dit is een lakje van de HEMA. Ik zal hem even in de woonkamer laten zien. Ik denk dat het licht daar net iets beter is als hier. Het is hier een beetje daar. Dat is dit lakje. Ik vond het wel een leuk kleurtje. Dit is nummer 43. Hij is al wat ouder, want hier hebben ze nog geen namen. Maar dat heb ik in ieder geval gedaan. Dus dat was verder mijn avond. Niet heel bijzonder. Nu ga ik zometeen even stofzuigen en de kattenbak scheppen. En dan ga ik een video opnemen voor jullie. Ik heb er wel zin in, want het is een video die is aangevraagd door een van jullie een tijdje geleden. Dus dat ga ik even doen. En ik ga even de kleding in de was doen, want... Ik had gisteravond een potje nagellak die viel op het kleed. Dus er zat een beetje nagellak in. Dat heb ik wel verwijderd. Maar nu zit die nagellak remover in het kleed. Dus dat ga ik eventjes lekker wassen. Ik heb daarnaast ook nog even een shirtje voor de hansels. En mijn sjaal wilde ik even wassen. Want die rook een beetje muffig. Die had ik donderdag omgehad. En ik had zoiets van, eeuw, dit is niet echt lekker. Dus dat ga ik nu even doen. Dan ga ik eerst even filmen. En daarna nog even blood journaling. Daar zet ik jullie dan wel eventjes bij. Dus tijd om wat te gaan doen. Thank you.
Wat alweer een beetje te verwachten was, is dat de batterij van mijn camera leeg is. Dus die moet straks op de oplader. Ik ben lekker bezig geweest. Ik heb het wasje nu draaien. Misschien hoor je hem nog op de achtergrond. Ik heb de video al opgenomen. Ik heb even geknutseld, maar ik heb jullie dus niet zo heel lang bijgezet vanwege de camera. Dus ja, eigenlijk best wel een goed dagje. Wel lekker positief. Katten hebben nu net gegeten. Zitten er nog een paar een bakje uit te smikkelen daar. Dat is extra lekker, die liedjes. Ik ga zo even lekker relaxen. Ik ben een beetje moe. Vanavond kijk ik voor hetzelfde geld, laatste uitzending. Ik kijk natuurlijk Seattle Meiland. Dat ga ik even opnemen, ga ik daarna lekker kijken. En ik heb Rex en ik heb BJ in de Virgin. En ik heb ook een paar persberichten binnengekregen waar ik even van wil kijken of ik al wat online kan zetten morgen. En nou, sowieso mijn review komt online. Dus verder niet een hele spannende avond. Straks lekker warm douchen. Ga ik de verwarming wat aandoen. Heb ik nu nog niet gedaan, maar die kan straks wel een tikje hoger. En ja, gewoon even standaard dingetjes. Dus niet heel bijzonder, maar gewoon lekker. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ja, ik ben er wel weer klaar mee voor vandaag. Ja, ik ben een beetje moe. Dus ik ga lekker even relaxen. En dan ga ik eventjes de oplader van de camera erop leggen. Zodat ik morgen weer volle batterijen heb. En dan ja, tot morgen zou ik zeggen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 13 oktober. Ik ben klaargemaakt en het is vandaag eigenlijk een soort van D-Day. We krijgen natuurlijk vanavond de persconferentie en ik verwacht best wel weer wat strengere maatregelen. Ze zijn ook al volop aan het speculeren. Dat was gisteren al heel erg het geval. Wat er mogelijk zou kunnen gaan gebeuren. Er was nog helemaal niks bekend. Want ze moesten... Ik heb een haartje op mijn scherm. Ze moesten nog overleggen en dat soort dingen. Wat ze nou wilden gaan beslissen. De mensen die mij kennen, die weten dat ik eigenlijk al heel snel heb geroepen toen dat alles weer wat versoepeld werd. We gaan in een tweede golf terechtkomen. Nou, dat is inderdaad ook gebeurd en onderzoekers hebben dat ook geroepen. En ja, je ziet het nu, we zitten in de tweede golf. Maar wat ik me heel erg heb verbaasd, is afgelopen weekend, een deel van Nederland heeft nu vakantie. En ik keek zondagavond het nieuws en dan zie ik zoveel mensen op het vliegveld staan die dus zeggen, ja, we gaan gewoon even lekker op vakantie. En dan denk ik, waarom? En dan gaan ze naar Italië, want Italië die had nog geen verbod. Al heeft Italië wel geroepen, we hebben liever geen Nederlanders nu in ons land. Omdat heel veel landen die vinden dat hoe Nederlandse maatregelen afstemt niet voldoende zijn. Volgens mij klopt die zin niet helemaal. Nou ja, ik denk dat je begrijpt wat ik bedoel. En dat er dan mensen zijn die zeggen, ja, we gaan even lekker naar Venetië. We gaan wel lekker langs de kust wandelen. En dan denk ik, oh mijn god. Waarom? Waarom moet je nu per se op vakantie gaan? We zitten al in zo'n periode nu dat het weer zo erg aansterkt. En dan ga je op vakantie. Waarom? Gewoon voor je eigen plezier? Ja, ik snap het niet. Echt niet. Ja, we moeten afwachten wat het gaat worden, maar ik verwacht weinig goeds. Ik kan me er ook echt wel kwaad over maken hoe sommige mensen doen. Het helpt je helemaal niks, want aan de ene kant denk ik ook, ja, weet je, je kunt beter ook je mening misschien voor je houden, want je krijgt altijd commentaar, omdat gewoon heel veel mensen klaar zijn met corona, maar ik denk, ja, het is wel wat het is nu en het is een wereldwijd probleem waar zoveel landen eigenlijk ja, mee worstelen. En ik heb het ook gezien dat bijvoorbeeld toen de Duitsers nog naar Nederland mochten komen, dat is al wel weer een aantal maanden geleden hoor, want ja, toen was corona iets behapbaarder waardoor ze dus weer mochten reizen.
Die liepen ook gewoon hier met mondkapjes op. Omdat het in Duitsland al heel normaal was. En toen was het bij ons nog niet eens zo normaal. En bij ons wordt het nu ook steeds normaler. Ook al is het nog steeds geen verplichting. Ik merk wel dat je gekker wordt aangekeken als je geen mondkapje draagt. Dus dat je er wel één op hebt. Maar goed, dat was even mijn kleine uitspatting over het corona gebeuren. Gisteravond heb ik gekeken naar Voor Hetzelfde Geld. Het was een leuke uitzending. Ze hebben geen bod gedaan. Uiteindelijk het was een moeder en een zoon die hebben toen hun wensen wat verbreed. Het was eigenlijk, ze wilden een maximaal een uurtje, inclusief de file, afstand naar het werk. En uiteindelijk hebben ze dat helemaal overboord gegooid. En zijn ze toch ook wel in Groningen en zo gaan zoeken. En dan hadden ze dan twee bezichtigingen later. Ik heb Mailand gekeken en ik moet zeggen, dat vond ik een beetje zielig. Want die kat bij hun was overleden en dat had ik al wel meegekregen hoor. Dat is al een paar maanden geleden gebeurd, ik wist dat al wel. Maar het was dus nu op televisie en dat trok me toch wel heel erg aan. Ik heb toch wel met een traan in mijn ogen gezeten van, oh, ik vind het zo zielig. Ze ging ook met die kat naar de dierenarts en toen kwam er eigenlijk al uit dat hij gewoon heel oud was, maar verder nog wel gezond. Ze wisten ook niet precies hoe oud de kat was, want ze hadden hem uit een asiel gehaald. Hij was nu vijf jaar bij hun en uiteindelijk is hij daar dus in Frankrijk overleden, waarschijnlijk gewoon aan de ouderdom. En dan hadden ze wel een heel mooi grafje gemaakt, gedenkplekje, maar ik vond het echt, ja, ik vond het aangrijpend. Ik heb Rex gekeken en Jane the Virgin. Maar Jane the Virgin heeft veel minder afleveringen dan andere seizoenen. Want ze zijn er maar 100. En ik zit volgens mij nu al op 92. Dus ik heb er nog maar 8 te gaan. En dat vind ik een beetje jammer. Want die andere seizoenen waren veel langer. Ik heb een artikel online gezet. Ik heb ook het persbericht ingepland. Dus dat is allemaal gelukt. Nu ga ik de kattenbakken doen. En de gang en de douche. En bij de douche zal ik jullie er gewoon bij zetten. Ik heb ook echt een kloffie aan. Ik heb een vest aan. Eigenlijk van het oranje. En ik heb een legging aan. Omdat het momenteel gewoon heel lekker zit. Omdat ik even klaar ben met mijn broeken. Maar ja, ik vind het weer niet mooi uitzien. Maar ik heb aan de ene kant ook zoiets. Weet je, ik ben toch alleen. Er is niemand die het ziet. Dus waarom zou ik het niet doen? Dus ik ga even een muziekje aanzetten. En dan ga ik wat doen. En dan zal ik jullie bij de douche er even bij zetten. Zo, ik ben lekker klaar. Het was ook wel fijn dat de groente nu al klaar stond. Want die hoefde ik alleen even in de pan te doen en even te wassen. Dus dat was wel lekker. De douche is nu weer helemaal klaar. Ik heb nu bovenop ook wat handdoeken neergelegd. Want er lag eerst een stapeltje wat andere handdoekjes die ik eigenlijk weinig gebruik. Dus die ga ik gewoon eventjes uitwassen. En dan leg ik die wel boven neer. Bijvoorbeeld zo'n omslagdoek dat ik wel heel lekker vind. Maar ja, ik heb er nu even geen plek voor, dus ik heb het nu even wat anders neergelegd. Ik heb nog even een was in de machine gestopt, die draait nu. En verder was het gewoon prima, alles is lekker klaar. Schone bakken voor de katten, alleen bij mijn ene bakje voor de katten, daar brak een stukje van af. En dat was een beetje jammer. Ik weet ook dat Action ze momenteel niet heeft, dus ik hoop dat als Action ze weer krijgt, ik een keer een nieuwe kan kopen. Dus ja, het was eigenlijk allemaal wel prettig. Dus nu ga ik nog even lekker relaxen. Vanavond natuurlijk de persconferentie. Dus dat zullen we morgen wel verder eventjes gaan. Zal ik nog wel wat over zeggen. Vanavond begint het perfecte plaatje weer. En dat vind ik wel heel erg leuk. Dus dat ga ik kijken.
Ik ga Getekend voor het Leven kijken. En uiteraard Jane, The Virgin en Rex. En ik probeer de vlog nog even af te maken. En ik moet even wat foto's bewerken. Dus ja, standaard avondje, niet bijzonder. Straks lekker douchen, dan eten. En dan hebben we het allemaal wel weer gehad voor vandaag. Dus dat is ook wel weer lekker. Beetje last van mijn rug. Grote katten hebben net ook hun eten op. Dus ja, eigenlijk allemaal dikke prima. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan er op het rondje met mijn gezicht drukken en ook op mijn kanaal zelf. Daar kun je ook het belletje aan zetten en dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. En dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!